hebben drie potentieel in hun eentje al avondvullende mensen hier in de discussie. Praatje zat, ik zal hem inhouden. En we willen dus nog een tijdje gebruiken. Dus we gaan, ik ga via daar zitten, want dat zit lekker. Maar we gaan nu beginnen. Goed, deze bijeenkomst gaat over racisme en hoe we racisme kunnen combineren met het verhaal van het Marxisme Festival, want daar zitten we, dat is natuurlijk duidelijk. Het is ook duidelijk dat dit niet de eerste keer is dat we het erover hebben, want een van de redenen waarom internationale socialisten en het Marxisme Festival mij dierbaar zijn, is dat vanaf het begin dat ik daarmee kennis heb gemaakt, duidelijk was dat dit een plek is waar ruimte is voor alle soorten van diversiteit en bewegingen. Dus antiracisme, feminisme, islamofobie, dat tegen, om daar tegen te zijn, vluchtelingen en zo. Dus dat dit gebeurt is niet nieuw. Natuurlijk, het is wel zo dat wij op dit moment leven in een tijd dat er ongelooflijk veel gebeurt. En dat het ontzettend belangrijk is om het met elkaar over te hebben. Waar gaat de strijd exact over? En hoe verbinden we die verschillende dingen waar wij voor staan met elkaar? Dat zal de inzet worden van deze discussie. Jullie hebben gezien dat Diab Abou-Jaja niet aanwezig is. Dat geeft wel een hele andere discussie dan ik voorbereid had. We zijn ontzettend blij dat Amit Azouma bereid was om als, dat het niet beneden tot stand was om als invalster. En dat betekent wel dat al die 10 boeken die we mee hebben genomen ook verkocht kunnen worden. Ja. Mijn dochter gaat spelen. Ja, staat daar. En ik heb een klein punt. Zijn er hier mensen die vanwege hun werk niet op de foto willen staan dat ze bij een Marxisme Festival zit? Ja? Oké. Ian. Dus voor de fotografen, hij in het witte shirtje wil er niet op. Andere is dat na de middagpauze gaat de boekwinkel boven op de tweede verdieping dicht. Dat voor jullie hindert dat niet, want dan hebben jullie alle boeken. Dus goed. Hoe we het aan willen pakken. Ik wil eerst de 2 mensen hier achter de tafel, die het meeste lijfelijke ervaring, mag ik wel zeggen, met racisme, voor wie het geen theorie is. Niet alleen maar bondgenootschap, maar die het echt aan de leven ervaren waar het over gaat, als eerste aan het woord laten. Want ik denk dat wij allemaal weten wie dankzij het racisme, Sylvana, er waren mensen die haar al kenden, ja. In een andere functie, Sylvana en Anousha, die dus nu niet alleen maar hun nek uitsteken om racisme te bestrijden, maar daardoor ook weer opnieuw doelwit zijn geworden van racisme. Dus ik wil eerst graag Sylvana aan het woord laten en dan Anousha aan het woord laten. En dan gaan we door met Pijman over de vragen van hoe doe je nou bondgenootschap? En hoe kunnen we die al die verschillende issues, waarvan ik denk de meeste die hier zitten graag zouden willen dat we die op een of andere manier met elkaar verenigen, hoe gaan we dat doen? Dat gaat dus het programma worden van vanochtend. Dus ik ga eerst Sylvana. Ja, eentje. 2 jaar geleden sprak ik tijdens de Martin Luther King lezing. En ik begon die lezing eigenlijk met de bekentenis dat het daar staan om te praten over racisme in Nederland voelde als een enorme nederlaag. Om daar te staan als activist, als politiek betrokken burger voelde voor mij op dat moment als een enorme nederlaag. Want al die tijd, tot die tijd, heb ik geprobeerd om zoveel als mogelijk mijn ogen te sluiten voor dat racisme. Als zwarte vrouw, als zwart kind groei je op met racisme, dat is ja, onvermijdelijk. Maar altijd heb ik geprobeerd om daaromheen te werken. En heel lang heb ik gedacht, joh, als ik nou maar laat zien dat ik een goede ben,
dan geef ik niet alleen een voorbeeld naar de witte kant van de samenleving, maar laat ik ook de zwarte kant van de samenleving zien hoe het ook kan. En dan lost het zich hopelijk vanzelf wel op. Een totaal naïeve gedachte natuurlijk. Dus op het moment dat ik mezelf in een situatie vond waarbij ik echt voor mijn eigen gevoel geen enkele andere keuze had dan het racisme dat ik op dat moment ervaarde, ervoer. Geen idee. Ik ben het nooit meer. Maar goed, dat moment. Toen ik wist dat ik daar niet langer omheen kon, dat voelde als een enorme nederlaag. Niet alleen een persoonlijke nederlaag, maar ook een nederlaag van Nederland. En daar heb ik best even pijn van gehad. Maar tegelijkertijd kon ik gewoon niet, vond ik zelf, om de verantwoordelijkheid heen om het te adresseren, bespreekbaar te maken, uiteindelijk ook politiek te maken. En zoals je al zei, Anja, that goes with a price. Daar betaal je inderdaad een prijs voor. Betekent wel dat ik eigenlijk pas sinds een jaar of twee me echt ben gaan verdiepen, ook in de theoretische kant ervan. En ook inderdaad met vraagstuk bondgenootschappen. Jij zei het in je inleiding ook al. Wat is de relatie met andere vormen van onderdrukking, discriminatie? En dan kom ik eigenlijk steeds tot de conclusie dat het allemaal gaat over ongelijkheid, over ongelijkwaardigheid. En als je eenmaal je druk maakt over de ene vorm, dan zul je je ook druk moeten maken over de andere vorm. Ja, dat is denk ik een inleiding, maar kijk, het is geen geheim, wij zitten samen in dezelfde politieke partij op richting artikel 1. En een van de dingen waar jij mee bent begonnen, is inderdaad die aanname dat als mensen doorhebben wat onderdrukking is, of achterstelling of discriminatie, hoe je marginalisatie, hoe je het noemen wil, dat je dan ook gevoeliger wordt voor de marginalisatie en discriminatie van anderen. Helaas blijkt dat niet altijd het geval. Anders zaten we hier waarschijnlijk niet, anders waren we al veel verder. En kan jij daar nog iets over zeggen, hoe je dat ziet? Ja, de grap was dat ik in de voorgaande jaren, voordat ik zo actief werd op dit gebied, me altijd heel erg heb uitgesproken op andere gebieden. Of het nou ging over vrouwen, over de LGBT-community, over mensen met beperking, over mensen met allerlei andere redenen om gemarginaliseerd te worden. Daar had ik niet zo'n moeite mee. Maar ik denk dat het racisme zo persoonlijk was, dat ik dat een beetje heb willen vergeten. Maar goed, zoals je zegt, op het moment dat je je dan dus in gaat zetten voor de ene groep, is het onvermijdelijk dat je je ook druk gaat maken over de andere groep. Omdat onrecht is onrecht. Ik zeg ook altijd, pijn is pijn. Je kunt pijn niet met elkaar vergelijken. Wat me trouwens op de volgende mededeling brengt. Ik heb een ontsteking in mijn schouder. Dus op enig moment ga ik deze Vitella omdoen als het te erg wordt. Als ik pijn niet meer kan verdragen. Pijn kun je niet met elkaar vergelijken. Als iemand pijn heeft, dan kun je niet zeggen, jouw pijn is niet zo erg, want mijn pijn is erger. Nee, we hebben dan gewoon allebei pijn. En dat valt niet te meten. Dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft niet een gradatie aan te brengen om compassie te hebben, om empathie te tonen. En wie begrijpt dat onrecht onrecht is, ja, die kan daar gewoon niet omheen. Een tijdje geleden mocht ik ergens spreken over intersectionaliteit, over intersectioneel feminisme. En ik raakte een beetje in paniek, want ik moest dat nu gaan duiden en uitleggen. En ik wist niet hoe het moest. En ik dacht, Anja, mag ik dat was nog voordat we artikel 1 deden. Anja, kun je me helpen? Ik weet niet wat ik moet zeggen. En toen ging ik er even over nadenken en dacht ik, ja, intersectionaliteit is volgens mij iets dat des mensen is. Dat zit volgens mij in ons. We hebben alleen niet geleerd hoe het tot uiting te brengen, omdat ons continu geleerd wordt of barmhartig te zijn en onszelf te vergeten, of alleen met onszelf bezig te zijn. Terwijl ik denk, maar goed, dat is misschien ook een aanname vanuit dat feminisme, dat je geen vrouw kunt zijn, geen moeder kunt zijn zonder van alle kinderen te houden. En natuurlijk het meeste misschien wel van je eigen kindje, dat mag ook. Maar de gevoelens van verantwoordelijkheid voor een grotere groep dan de groep waartoe je behoort zijn voor mij heel vanzelfsprekend. En ik denk ook dat het noodzakelijk is dat we verbinden, omdat we elkaar daarbij nodig hebben. Bovendien gaan veel vormen van activisme, dat dan gaat over feminisme of antiracisme, voorbij aan het feit dat je dus ook,
laten we zeggen dat je de LGBT community wil supporten. We gaan voorbij aan het feit dat er dus ook zwarte, vrouwelijke, trans, laat ik het anders zeggen. Maar in ieder geval dat binnen die groepen die intersectionaliteit al automatisch aanwezig is. En dat zijn nou juist de mensen die binnen die groepen vaak worstelen met waar hoor ik bij, hoe manifesteer ik mij. Dus het is denk ik, we doen onszelf en elkaar tekort als we ons helemaal concentreren op een van de vormen. En voor mij was bij het opstarten van artikel 1 voorwaarde meer dan belangrijk dat we dat tot uiting zouden brengen. Dat hebben we gedaan zichtbaar. Wie naar onze lijst heeft gekeken, die zegt dat we bewust hebben gekozen voor 3 vrouwen in de top. Dat we bewust hebben gekozen voor een diverse vertegenwoordiging. En dat betekent dat we, en daar zijn we heel trots op, dat we dat meer dan 50% van onze kandidaten vrouwen is. Dat meer dan 50% van onze kandidaten uit de LGBT community komt. Dat meer dan 50% van onze kandidaten zijn of haar roots buiten Europa heeft. En ja, daar zijn we ongelooflijk trots op. Het is uniek. Het is in Nederland nog niet gebeurd. We vonden het belangrijk om het in woord en daad te doen. En wat ik daar zelf het allermooiste aan vind, is dat zijn de momenten dat we samen zijn, dat weet je ook. En je ziet hoe we elkaar begrijpen, hoe we elkaar vinden en hoe we elkaar onderwijzen. Hoe we van elkaar leren. Want hoe goed je het ook bedoelt, we hebben allemaal blinde vlekken. En het is fijn als je op een veilige manier en op een veilige plek daarop gewezen kunt worden. Ja. Eén grap, ik zal het proberen te modereren en me niet mee vermoeien, maar één kleine grap. Gaat helemaal goed hoor. Dat ik wel eens uitleg hoe ruimdenkend artikel 1 is aan het feit dat wij uit de 20 kandidaten wel 3 witte heteroseksuele mannen in ons hebben. Ja. Feministen. Alle mannen binnen onze partij zijn feministen. En ja, inderdaad. Ja. 3 hele. Anousha, jij zit af en toe te knikken. Ja. Jij bent ook zo iemand aan wie je aan je gezicht kan zien hoe het ermee staat. Dat is altijd heel fijn. Ja, dit is echt een pokerface. Nee, hè? wat wil jij vertellen over jouw relatie met racisme? Je hebt net een boek geschreven, dat levert natuurlijk weer een gigantische hoeveelheid reacties op. Ja, vertel erop. Ja, nou ik, net als Sylvana ben ik ook opgegroeid met het idee van invechten. Van goed, we komen hier niet vandaan, dus we moeten heel hard werken om erbij te horen. Ik ben heel socialistisch opgegroeid, ik heb een Russische hoogopgeleide moeder. En een Cameroens hoogopgeleide vader, dus ik ben misschien niet heel academisch, maar wel met veel literatuur en kennis opgegroeid. Maar heel erg vanuit een, aan de ene kant een klassensysteem, dus ik ben ook opgevoed met klassen. En dat je, als mensen zich meer als er meer educatie is, als het niet gelijkwaardiger is, dat het dan vanzelf wel goed komt. Mijn vader was echt een pan-Afrikanist, dus zijn doel was gewoon zo snel mogelijk terugkeren naar Cameroen. Dat was voor mijn moeder net te veel, want die was al gemigreerd van de Sovjet-Unie naar Nederland. En de tweede stap was voor haar te veel toen we hier in tijd zaten. Dus mijn ouders zijn daardoor uit elkaar gegaan. Dus ik ben opgegroeid met een Russische moeder en een Nederlandse stiefvader uit het arbeidsmilieu. En uit een heel socialistisch Domelijn Nieuwhuisnest. En pas eigenlijk, dus ik verbond racisme meer. Kijk, racisme in de jaren 70 al in Nederland toen ik opgroeide, was racisme not done. Ja. Wat niet betekent dat er geen racistische dingen gebeurden, maar het was heel, maatschappelijk werd dat heel erg afgekeurd. En met name, ik weet nog, de gruwelijke moord op Kevin Daanmeijer. Als ik een puber, heeft ontzettende indruk gemaakt. En juist ook een bondgenootschap in het verdriet om die verschrikkelijke moord. Dus ik zag dat heel erg als racisme toen ik jong was. Van ja, iemand die letterlijk iemand vermoordt wegens zijn huidskleur. En zag heel veel sociale ongelijkheid en klassenverschil en verschil. Natuurlijk ook securiteit als het gaat om onderwijs. Gevoel hoog opgeleid voelt zich beter dan mijn stiefvader die uit een arbeidersmilieu kwam. En koppelde daar dus niet zeg maar institutioneel racisme nog aan. Ik dacht ook, en ik heb ook zelfs in een van mijn eerste interviews als cabaretier ook gezegd van ja, je moet ook gewoon hard werken. En ja, in principe je school afmaken en misschien ook niet al te jong al zwanger raken. Dat zou al heel erg helpen. Dus ik kwam heel erg ook een beetje uit die school van je hebt hier kansen, je kan je heel erg invechten en heel hard werken. Is niet altijd even eerlijk, zeg maar, sociaal gezien. Maar de mogelijkheid is er. En stem gewoon niet rechts. En weet je, ga heel hard werken. Toen ik wat ouder werd en ging werken in
Zuidoost, daar projecten deed in Amsterdam Zuidoost. En echt letterlijk tussen, voor het eerst, want ik kom uit Buitenveldert, tussen de vrouwen leefde en was. En dan dagelijks zag de praktijk ook echt, zag, toen pas voor het eerst realiseerde ik, er is nog iets anders. Er gebeurt dus kennelijk iets sociaal of cultureel, waardoor A, deze vrouwen ergens geïndoctrineerd worden, een soort subtiel onbewust, dat ze bijna al niet misschien, dat het heel veel kracht kost om sowieso te zeggen, ik zeg het even heel bot, ik denk dat ik hier verder moet zeggen, fuck you Heidi. Weet je, dat is al heel lastig. En er gebeurt dus ook iets van buiten, want ik werkte op een school, en wat ik het meest heftige mechanisme vond, was inderdaad witte docenten, witte directie op een zwarte school, die niet in Amsterdam woonden, die ook niet in Amsterdam Zuidoost woonden, die zeg maar in de provincie woonden, daar naartoe kwamen met de trein, zo tussen die mensen doorliepen, en dan weer zo snel op weg gingen. Toen realiseerde ik, toen voor het eerst kwam ik in aanraking met institutioneel racisme, snapte ik, er is een systeem ten plaatse, dat misschien niet in wet verankerd is, maar sociaal-maatschappelijk zo sterk, vanuit inderdaad koloniale verleden, slavernijverleden, dat gewoon keihard maatschappelijk, cultureel, institutioneel, op elk niveau, economisch, gewoon keihard doorwerkt. En dat het dus tweeledig is, waardoor mensen die dus uit die groep komen, bij wijze van spreken een bijna geïnternaliseerd een minderwaardigheidscomplex krijgen, niet hebben, maar krijgen, en een superioriteitscomplex daartegenover. Dat ik echt dacht van, wie ben jij voor boerenlul dat je überhaupt zo gedraagt hier nu in deze groep? En dat gewoon kunnen maken en zelf denken, ik doe het heel goed, ik ben heel eerlijk, geef iedereen een kans en ik ga nu weer terug naar Zaandam. Dat was voor mij een ontzettende wake-up call. En dat was, en toen in 2008 heb ik me voor het eerst uitgesproken over institutioneel racisme tegen alleen maar nette mensen. Robert Vuijsje, met name de reactie van de media, los van vrijheid van meningsuiting en mogen schrijven wat je bloody wil, de reactie daarop. De maatschappelijke reactie en bijna blijdschap om het boek. Nu zien we hoe het echt is. Dus dan zag je een witte tafel met witte mensen die dus met Robert Vuijsje spraken. Wauw, zo gaat dat dus in Zuidoost. Dank je wel dat jij dit ons vertelt. Dat vond ik shocking. Nou, toen heb ik al zo ontzettend veel shit overheen gelegd. En dat was voor social media. Dus ik voelde niet vanuit de gemeenschap of vanuit inderdaad organisaties. En ik kwam dus in die zin uit een ander soort activistisch nest. Dus ik had niet die contacten met die groeperingen waardoor ik me wat sterker kon voelen. Plus, ik had een kind verloren daarvoor. Hè, na 6 maanden zwangerschap. Dus ik was heel kwetsbaar. En ik had een jong kind. Dus dat was zo'n heftige leerschool voor mij, 2008 of 2010. Dat nu, wat er nu gebeurt met dit boek, voor mij alleen maar geestig is. Ja. Dus dat is waar ik nu sta. En ik schrijf het net. Ik schrijf ook over het bondgenootschap, dus, maar daar kwam het er zeker vanzelf op. Ik wil graag aanvullen wat je op Anousha. Tegen wil en dank heb ik gisteravond een stukje van het Songfestival gezien. Excuseer. Echt mijn best gedaan om dat niet te laten gebeuren, but then it happened. En wat me opviel was dat het thema van het Eurovisie Songfestival was Celebrate Diversity. Heeft iemand het Songfestival gezien? Ja, ik was er. Good for you! Maar het was wel fascinerend. Het thema was Celebrate Diversity. En ik kon niet anders dan achterblijven met een gevoel van dankjewel, Europa, dat je me laat zien dat diversiteit 50 Shades of Whiteness betekent. Het waren jonge kandidaten en ze waren allemaal verschillende kleuren wit. En ik was daar in eerste instantie verbaasd over, toen een beetje verontwaardigd en later werd ik dus dankbaar, omdat ik dacht, dit geeft wel aan waar we mee te dealen hebben. Moet je dus voorstellen dat zo'n organisatie echt oprecht denkt, we doen een actueel thema, diversiteit. En elk land, het viel me op, er was één land, ik weet even niet meer welk land, daarvan was de kandidaat, weliswaar geboren in Kroatië, maar zijn ouders en grootouders die kwamen oorspronkelijk uit Azerbeidzjan. Dus Kroatië heeft waarschijnlijk zelf gedacht, dat is nou diversiteit, we sturen iemand met roots van elders. En hij was daar geboren, dus hij was geen buitenlander of allochtoon. Hij zag er waarschijnlijk precies hetzelfde uit als alle andere inwoners van het land, oorspronkelijke inwoners van het land. En ik vond het tekenend, omdat het aangeeft, ja, hoe ver we nog te gaan hebben, hoe ver we nog het woord diversiteit überhaupt betekenis moeten geven. En hoe, ja,
is dat nou bewust racisme? Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat iedereen die eraan meegewerkt heeft overtuigd is van het feit dat ze gedaan hebben wat ze konden. Maar het gaf mij in ieder geval een inzicht van, nou, dit is dus het institutionele racisme. Ja, dat het niet eens een issue is. Hè? Dat men niet eens in de gaten heeft. Ik bedoel, ja, godspis, het woord dat bij me opkomt. Dus we vieren diversiteit en dat doen we met alleen maar witte mensen. Ik vind het knap. Benman, wil jij inspringen? Niet per se over dit... Nee hoor, maar het woord bondgenootschap is uitgevallen. Ja. Ik denk zeker als je kijkt naar de zaal waar wij in zitten. En wat opmerking die net is gemaakt van, hoezo, wat is diversiteit? Dat ik neem aan dat wij met een zaal vol zitten met buitengewoon welwillende mensen die zouden willen dat er een einde zou komen aan elke vorm van achterstelling en marginalisatie. Maar ik neem ook aan dat niet iedereen even heel goed weet hoe doe je dat nou met elkaar? Wat wel en wat niet? Nou, één ding wat je kan doen is het boek van Anousha lezen. Dat scheelt al de helft, hè, toch? Maar ik zou jou willen vragen over om iets te vertellen wat jij bedacht hebt over bondgenootschap. Ja. Nou, om te beginnen, ik heb afgelopen jaar in heel veel panels gesproken. Maar ik ben echt, en dat meen ik, bijzonder vereerd om tussen Anousha en Sylvana hier te zitten. Ja. Juist omdat het echt om twee vrouwen gaat die vooraan hebben gestaan. Zowel de strijd tegen seksisme en racisme. En daarmee is het ook voor mij heel erg inhoudelijk. Want als ik even terugga in de tijd waar, denk ik, rond de opkomst van Fortuyn, die periode waar het echt de ellende begon. Herinner ik me ook echt wat ik dacht van, wat je ook zegt over in wat voor sfeer je komt, van wat antiracisme betekent. Dat ik dacht van, waar zijn de mensen die gaan opstaan om terug te praten, terug te zeggen en terug te knokken, echt. Want we hebben het heel vaak over, het land is gepolariseerd. Ik denk altijd van, het gebeurt vooral van de ene kant. En van ons wordt inderdaad gevergd van, ga je vooral invechten. Er waren allemaal organisaties zoals Forum, mensen uit de allochtone kant, zeg maar, de hogere middenklasse, die organisaties ingedreven werden van, ga vooral aan de tafel zitten en met elkaar praten. En dat duurde maar ellenlang. In plaats van, en het ongemak wat we, en zeg maar de agressie die we nu krijgen, is omdat we nu terug aan het knokken zijn. En daar mogen we ook best trots op zijn. En ik weet dat jullie met name daar ook een prijs voor betaald hebben, maar velen van ons van de afgelopen jaren op werk, op sociale leven, noem maar op. Maar goed, dat die spanning is een teken dat er ook niets beweegt. Dat we terug aan het knokken zijn. Maar dan terug naar die vraag, maar wat... Want voor mij is het niet alleen belangrijk dat we terugknokken, maar dat we ook echt gaan winnen en dat we veranderingen afdwingen. Kijk, racisme heeft natuurlijk, dat weten we allemaal, speelt zich af op het persoonlijke niveau en ook op structuur en grote dingen die er gebeuren. En voor mij is die wisselwerking heel belangrijk. Want als we heel erg alleen op het persoonlijke niveau gaan zitten, kunnen we heel fatalistisch worden. Want dan zou het iets kunnen zijn van, je wordt ermee geboren of niet, zit het in je DNA... Zit het aan je witte kleur? Noem maar op. En dan kan je eigenlijk wel... Daar eindigt het. Natuurlijk moeten we het over de verantwoordelijkheid hebben. Maar daar begint het voor mij mee. Hè? Want dat brengt ons verder naar de grote vragen van hoe we vooruitkomen. En de structuren zijn daarin natuurlijk ontzettend belangrijk. En wat we dan vervolgens doen. En die discussie over bondgenootschap gaat dan vaak over... Ofwel, wat doen we met verschillende organisaties, maar het gaat ook eigenlijk tussen zwart en wit, bondgenootschap. Daar wil ik iets zeggen wat ook een punt van discussie kan zijn, want ik heb niet het verhaal, want ik denk dat dit een leerproces is waarin we ook van elkaar in discussie moeten en moeten leren. Kijk, ik denk, we zijn elkaars bondgenoten omdat we allemaal geraakt worden door racisme. En natuurlijk de mensen die het meest direct geraakt worden... Omdat ze bijvoorbeeld nu moslim zijn en een hoofddoek dragen en geen stage kunnen krijgen. Zij moeten vooraan staan in die strijd. Als iemand op basis van zwarte huidskleur gediscrimineerd wordt, hetzelfde. Maar wat ik me afvraag is, ook daar, dat is zeg maar het beginpunt. Want kunnen we dan zeggen dat witte mensen eigenlijk profiteren van het racisme van de rest? Ik denk dat dat wel een moeilijke discussie is, want... Bondgenootschap betekent voor mij ik voer die strijd en sluit jij je maar aan. Ik denk dat dat sowieso moet gebeuren, dus dat onze houding moet zijn richting witte organisaties, andere mensen die niet direct met racisme te maken hebben.
maar dat het eigenlijk wel verder gaat. Want ik denk dat ook voor witte mensen de strijd voor het tegen racisme voorop moet staan. Want uiteindelijk worden we er allemaal het slachtoffer van. Want het punt is, heel concreet, het is geen abstract verhaal. Waar hebben we het afgelopen 15 jaar over gehad? Over de hoofddoek, over de islam, noem maar op. Terwijl er kabinet na kabinet bezig was om de sociale zorg af te breken. Om de lonen omlaag te brengen. Noem maar op. Dus ons tegen elkaar uitspelen en zeggen van, nee, het grote probleem zijn de vluchtelingen, zijn de migranten. Dus op die manier, ook als je wit bent, ben je slachtoffer van racisme. Omdat dat ook je belangen. Dus het is antiracist zijn is niet alleen zeg maar, een mooi ideaal omdat het zwarte mensen raakt en we zijn er solidair mee. Maar het raakt je ook als iemand die wit is. En hoe je vervolgens zeg maar, elkaar de ruimte geeft en in die ervaring leert, dat is ontzettend belangrijk. Maar het begint volgens mij dat we echt allemaal hetzelfde belang hebben om antiracist te zijn. Wat ik daar aan wil toevoegen, dat vind ik altijd zo interessant in de discussie, is dat wat jij nu vertelt komt binnen als je even, ik vind het vreselijk om te gebruiken, met Henk en Ingrid praat. Als je hem dus uitlegt, inderdaad, klasse versus inderdaad de economische klasse, wat er gebeurt economisch, wat inderdaad kabinet na kabinet gewoon klaarspeelt, terwijl inderdaad de komt door de vluchtelingen. Kan je dat heel, als er tijd is, is daar vaak begrip voor en zie je, komt er verandering op gang. Ik vind bij intellectueel, hoogopgeleid media, die hoek, daarom heb ik ook dit boek richt ik ook eigenlijk aan die mensen, vind ik dat veel lastiger. Ja. Ik weet niet of je dat herkent. Omdat we economisch iets minder te verliezen en hebben, denk ik, gewoon meer resources. Dat als er iets gebeurt met hun moeder. Maar dat is een ontzettend goed punt. Laat ik het ook terughalen naar de school waar je het over had. Want ik denk dat daarin ook eerlijk gezegd klassentegenstellingen een rol spelen. Zoals zeg maar, witte mensen niet allemaal tot dezelfde klasse behoren. Ook zwarte mensen niet tot dezelfde klasse behoren. Sommigen hebben überhaupt niet de zin of het belang om terug te vechten. Omdat ze denken van ik heb wel het geld om het probleem van racisme te omzeilen. En op die school, ik weet dat er nu op dit moment stakingen georganiseerd gaan worden in scholen. Door de werkdruk die er op onderwijzers is. En dat geeft me ook hoop en is een tegengif tegen dat fatalisme. Want stel je voor, kijk dat racisme is natuurlijk ontzettend verhard. Hè? Dat zit echt jaar in jaar uit ingepakken in mensen door wat ze hebben meegekregen. Maar op het moment dat er zo'n staking uitbreekt daar, en je hebt die witte directeur die uit de provincie komt, en je hebt daar leraren en leraressen die van al divers zijn, je denkt van oké, gaan we nu samen knokken voor onze belangen hier. En natuurlijk kom je dan de barrières tegen van argwaan omdat jij net uit een andere cultuur komt of een hoofddoek hebt. Maar het creëert wel een gemeenschappelijke basis om dat te doorbreken. Dus wat ik zeg is niet van, als we alleen maar de sociaal-economische strijd ook serieus nemen, is het probleem van racisme opgehouden. Want dat is een fout die sommige partijen maken, met name de SP, die het alleen maar over sociaal-economisch willen hebben. Waar ik het over heb is, op het moment dat je die strijd voert, moet je het verbinden. Want dan heb je een gemeenschappelijke basis waarop je die discussie kan winnen. In plaats van dat je het geïsoleerd voert. Ja. Want je kan echt laten zien van, we staan aan dezelfde kant. We staan aan dezelfde kant. En die witte directeur, weet je wel, hij kan wel van jouw kleur hebben. Maar als het erop aankomt, staat hij toch echt aan de andere kant. Ik wou, Savannah, als je het goed vindt, jou nog wat laten vertellen. Savannah heeft 2 dagen lang in een rechtszitting gezeten waarbij 22 mensen, 21 mannen en 1 vrouw, terecht stonden vanwege de echt in potentie strafbare een dreigmail die zij had gekregen van de 40.000, waar er dus 6.000 mensen een paar uitgekozen. En wat wij, we hebben het er nog over gehad, daar was alles aanwezig. Ja. Kleurverschil, Savannah en Ian die erbij waren, waren degene met kleur. Verder was iedereen wit, maar er was ook nog een enorm klasseverschil tussen daarboven de rechtbank en de advocaten en daaronder de jongens die het gedaan hadden. Ja, het was fascinerend, Anja. Dit is inderdaad een mooi voorbeeld. Het fascinerende was, ik heb het al beschreven, rechtbank verdachte, slachtoffer. En
de 9 of 8 van de 10, misschien wel allemaal, van de verdachten waren mensen uit een sociaal lagere economische klasse. Waren mensen met gezondheidsproblemen, nou, dat gaat vaak hand in hand. Mensen met schuldhulpproblemen, met schulden. Mensen die het moeilijk hadden en die het gevoel hebben dat de samenleving hen al heeft verstoten. De samenleving heeft hen al zoveel aangedaan, ze zijn al alles kwijt. En dan komt er iemand, uitgerekend ik, waaraan je, quote, kunt zien dat ik geen Nederlander ben. Die dan ook nog zo'n gevoelig en nostalgisch, melancholisch, weemoedig het fenomeen als Zwarte Piet gaat bekritiseren. En, ja, nee, maar dat was de rode draad. Hoe durft ze? Dat heb ik de afgelopen paar jaar het meest gehoord. Wie denk je wel niet dat je bent? Daar mag jij het niet over hebben. Wat jij mag, als zwarte vrouw, is je aanpassen. Je zoveel mogelijk van je oorspronkelijke cultuur, de cultuur van je ouders, van je afschudden. Volgens onze spelregels meedoen, maar wat jij... En, je moet zelfs mee, dat is een continue opdracht aan mensen die niet van hier zijn. Doe mee, doe mee, doe mee. Maar denk niet dat je ook de spelregels mag meebepalen. Denk niet dat je je ook verantwoordelijk mag voelen. Denk niet dat je, dat je kritiek kunt uiten. Dat kan niet. Er zit een grens aan wat je mag. En wat in die rechtbank zo pijnlijk duidelijk was, was inderdaad die klassenhiërarchie, maar ook de etnische hiërarchie. Ik had op enig moment, had ik bijna... voel van, het was heel dubbel hoor, want aan de ene kant deed het pijn en tegelijkertijd was het bizar dat ik daar als zwarte vrouw zat als oorzaak van het feit dat al die witte mannen daar voor de rechter moesten verschijnen. Dat zat iets heel, heel dubbels en ook wel euforisch in, hè? Want het was natuurlijk ook dat ik dacht, god, het was een paar honderd jaar geleden of 50 jaar geleden of weet ik veel hoe lang geleden, misschien niet mogelijk geweest. Maar het gaf wel aan de onrust onder die bepaalde groep. Ik moest je al zei, die intellectuele vanuit die rechtbank. Maar dat brengt me op zeg maar, wat de zwarte Amerikaanse marxist Webb Dubois, die jullie misschien kennen, noemde psychologische loon. Zeg maar, hè, op het moment dat je eigenlijk arme mensen armer maakt en zegt van, kijk hoe ellendig je ook bent, hoe arm je ook bent, maar je bent wel beter dan hun, want je hoort bij ons. En dat is zeg maar precies... En daar moeten we heel bewust over zijn. Dat is niet iets wat zeg maar, in de DNA van mensen zit. En dat is zeg maar wat is. Maar dat is precies wat die intellectuelen en de top afgelopen 15 jaar doelbewust sinds de heer Bolkestein en daarna Fortuyn, Wilders. Absoluut. Allemaal zeg maar onderdeel van de journalistiek, opiniemakers, keer op keer dat gevoel creëert. Hè, van, ook Paul de Scheffer, weet je wel, er wordt een nieuwe wij gecreëerd. Ja. Ja. Want kijk, als dat sociale samenhang aan het verdwijnen is door de ellende van het neoliberalisme, wat hebben we dan nodig? We hebben een nieuwe wij nodig. Ja. En wat is het mooiste als je daar al die moslims, zwarte enzovoorts tegen afstand zegt? Ik wil nog even toevoegen, wat ik daar ook heel pijnlijk aan vond aan die rechtszaak. Er is heel veel over geschreven. De eerste dag was ongelooflijk veel pers en er is wekenlang over geschreven. Maar wat mij pijn deed, is dat er niemand heeft geschreven over de correlatie tussen de crime en de etniciteit van de mensen die het gepleegd hebben. Stel je toch eens voor dat dit allemaal jonge moslimmannen waren geweest. Dan zou het alleen maar daarover gaan. En niemand is op het idee gekomen om even op te schrijven. God, best bijzonder hè, dat allemaal witte mannen, ook nog eens een keer, mannen zijn. Eén vrouw. Dat is een fenomeen. Ja, maar dat gebeurt ook bij voetbalgeweld. Ik denk, dat is gewoon witte, heteroseksuele, keihard mannengeweld. Ja. Voor witte heteroseksuele mannen. Maar die correlatie... Wordt dat nou zo benoemd? Dan zijn het echt een paar die... Terwijl, dat zijn systemen, dat zijn clubs. Ja. Daar gaat geld in, daar wordt drugs ingehandeld. Dat is echt een bijna een soort economische groep... wat al jaren gaande is. En dat wordt nooit zo benoemd als wit, heteroseksueel... hypermasculin, zeg maar hoe je het wil noemen, mannengeweld. Ja. Het is specifiek voor die groep... dat je het ook niet moet willen. Dus je wil aan de ene kant af, van continu die relatie. Dan blijf je inspelen op dat superior. Wat ik zo belangrijk vind, het feit dat jij niet een racist bent, betekent niet dat jij gewoon bijna onbewuste, internalized superioriteitsgevoel hebt. Tuurlijk. Als witte, heteroseksuele, valide, cisgender, in het Westen geboren en redelijk opgeleid man.
ongeacht nog eens eigenlijk je financiën. En ik vind dat dat ontzettend... Kijk, als je dat niet erkent, dat er versus dat gelijkwaardigheid en alles ook nog een soort, hè, geïnternaliseerd superioriteitsgevoel bij die groep, ja. Die groep, als je dat niet benoemt in ieder geval, is dat heel moeilijk om dat te counteren of iets te doen. Eer, je was erbij bij mijn gesprek toen bij Argan, waar zo'n host mij dus interviewde, letterlijk van de 2 uur dat ik er was, 2 uur en 3 kwartier ruimte innam en het om hem ging. En hij door de hele zaal overtuigd moest worden en ook echt vond, A, dat kan ik maken en B, ik ben heel neutraal en ik sta open voor jullie. En dat is 1 uur en 3 kwartier lang. En als je dat dus niet kan benoemen van dit wat jij bedoelt, zit al 400 jaar, nou nee, hoe lang, 3000 jaar, is de hele samenleving alles ingedeeld voor jou, voor dit gevoel, als we dat niet benoemen, dan kunnen we inderdaad denken, kunnen we met iedereen praten, anders doen, maar je moet dat ook benoemen. Om dat ook te kunnen counteren, lijkt mij, zonder te beschuldigen. Absoluut. Snap je? Ja. Want dat is denk ik ook onderdeel van het besef dat je wil kweken. Hè? Want ja. ik merk aan heel veel witte mensen die heel welwillend zijn, die hebben wel hulp nodig bij het zien van wat ze niet zien. Ja. We hebben allemaal onze blinde vlekken, als niemand ons erop wijst. Je weet wat je weet, je weet voor een gedeelte wat je niet weet, maar er is nog veel meer waarvan je niet weet dat je het niet weet. En wat jij, ik was er niet bij Argan. Maar ik herken wel wat je hebt meegemaakt. Ja, want jij bent Arjan Boekenstein, hoor ik op de radio. Precies hetzelfde. En het lastige is dat als je in de materie zit, omdat je het ervaart, of omdat je er veel over praat, omdat je erover schrijft, dan heb je een voorsprong op je gesprekspartner in zo'n geval. En dan is het heel erg lastig als je gesprekspartner nog 60 keer overtuigd wil worden van, dus dit bestaat echt. En jeetje, het zou zomaar kunnen dat jij er iets van af weet. Dat is heel moeilijk voor heel veel mensen. Die willen continu, maar is het nou echt zo? En valt het niet mee? En zit het niet gewoon? Die hebben daar moeite mee. Dus die gaan net uit van een level playing field. Precies. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om te laten vallen. Nee, de hele wereld, de hele maatschappij, al duizenden jaren lang, is ingericht niet alleen op jouw comfort, maar gewoon dat er gegarandeerd voor jouw succes. Ja. Dat is zo belangrijk om te beseffen. Ja, en denk ik... Dus die racecard is echt andersom. En inderdaad, affirmative action of inderdaad participatie werkt allemaal andersom. Ja, weet je, ik probeer altijd maar compassie te hebben voor mensen die onwetend zijn op bepaalde gebieden. Ook omdat ik dat zelf fijn vind. Ik ben ook onwetend op bepaalde gebieden. En ik herken ook wel dat mensen, en dat heeft ook weer te maken met die duizenden jaren indoctrinatie. Ben je gewend uit een zwart lijf bepaalde woorden te horen? Ben je gewend? Hoeveel politici hebben jullie ooit gezien die op mij lijken hier in Nederland? Het antwoord is nul. Hoeveel deskundigheid ben je gewend aan te nemen van iemand die op Anousha lijkt? Of mensen die op ons lijken zoals we hier zitten. En omdat je dus niet dat level playing field hebt en jij altijd op voorsprong begint en de ander altijd op achterstand, maar diegene is zich niet bewust van die achterstand. Ja, je moet gewoon elke keer opnieuw beginnen. Dat is waar we tegen vechten. En ik denk ook dat daarom bondgenootschap zo belangrijk is. Omdat ik in dat bondgenootschap ook een taak zie voor de bondgenoten. Ik zeg altijd, het gesprek moet eigenlijk op 3 levels gevoerd worden. Er moeten safe spaces zijn waar zwart met zwart kan praten. Zonder witte inmenging. Er moet een safe space zijn waar we met elkaar praten. En elkaar respecteren, elkaars onwetendheid, respecteren elkaars pijn. Woede, agressie, frustratie, noem het maar op, respecteren. En er moet een safe space zijn waar wit met elkaar kan praten. Want voor wit is het, ik ben deze week begonnen in je boek, Anousha, en ik vond het pijnlijk. En ik ben niet wit. Het was pijnlijk omdat het zo waar is en zo herkenbaar is. En je zegt een hoop dingen in je boek, precies zoals ik aan het begin al zei, waarvan ik 20 jaar lang heb gedacht, nou, dat ga ik dus mooi niet zeggen. Dat doet de andere pijn, maar het doet mij ook pijn om het te moeten zeggen. Dus ten eerste al, nogmaals, props voor het feit dat je het hebt durven opschrijven. Het is broodnodig. Maar dat betekent dat ik ook wit zou willen uitdagen. We gaan even heel gesessieerd praten hier, hè, wit, zwart en zo. Om die safe spaces met elkaar ook op te zoeken. Want hoe pijnlijk is het om erachter te komen dat je ook opgevoed bent met een leugenachtige waarheid. Wat me opvalt, de voorbeelden die jullie noemen, dat in de afgelopen tijd heel veel bewustwording wat in Nederland gebeurt, vaak komt omdat bijvoorbeeld buitenland ons een spiegel voorlaat. En dat doet me denken aan hoe dat, want je verwees even naar hoe
racisme eigenlijk in de jaren 70 nog dan was. Er was binnen de vakbonden was het normaal dat je daarover praatte, dat je organiseerde en dat het op de werkvloer niet voor mocht komen, noem maar op. En dat we dat verloren zijn. En dat we dus aan het begin weer staan dat we 1. erkenning moeten afdwingen van er is racisme en die discussie, hoe irritant het ook gevonden wordt, we gaan die dag in dag uit voeren met boeken, artikelen, bijeenkomsten, noem maar op. Ze komen niet meer van ons af. Dat is 1 ding. Vechten om die erkenning dat het bestaat. Ten tweede, we moeten opnieuw elkaar, want je zei van je voelt je geïsoleerd, maar we beginnen elkaar te vinden. Ja. En we beginnen de organisaties, de bewegingen, de infrastructuur op te bouwen om er voor elkaar te zijn, maar ook om andere mensen erbij te kunnen betrekken. Want we willen niet alleen met elkaar zijn, we willen uitnodigend zijn en zeggen van join us. Nou, dit is een beweging voor het ons is allemaal. Ook niet eens, het hoeft ook niet eens een kwestie van willen te zijn, het is onvermijdelijk. We hoeven ook niet te streven naar een wereld waarin we uiteindelijk allemaal van elkaar houden en het is halleluja. Echt, het hoeft niet. Maar wat we wel moeten begrijpen is wat jij al eerder zei, we moeten het met elkaar doen. We leven in een wereld waarin we geen enkele andere keuze hebben dan het met elkaar te moeten doen. Als iemand aan mij vraagt, wat vind jij eigenlijk van homoseksualiteit? Denk ik, wat heb ik daar eigenlijk van te vinden? Het maakt helemaal niet uit wat ik ervan vind. Ik zou ermee moeten dealen, ongeacht wat ik ervan vind. Ik vind het verschrikkelijk om te moeten bevestigen. Nee, maar ik vind het goed alsof ik de superioriteit heb om het goed te vinden. It's none of my business. Net zo goed als dat het over interseksualiteit gesproken. Nobody's business is wat ik in mijn slaapkamer doe. En datzelfde geldt inderdaad voor dit racisme debat. In de jaren 70 denk ik dat we gepoogd hebben als samenleving het wel erg te vinden, maar nooit hebben doorgrond, nooit hebben benoemd, nooit hebben aangepakt, nooit die gezamenlijkheid, die gezamenlijke verantwoording hebben benoemd. En nu gebeurt dat wel en het komt voor zoveel mensen als een schok, het komt voor zoveel mensen als een aanval. Maar nu gaan we hopelijk vanuit een diepere laag Ik wil wel echt een lans breken voor alle activisten die dit wel al jarenlang hebben gedaan. Want jij hebt zeker ook een jaar, weet je, absoluut. Dus trouwens, Bloeiwekker, Anja Meulen, om maar een paar te noemen. Ja. Philomena Essen met het boek Dutch Racism. Ja. Maar inderdaad, qua infrastructuur, Philomena Essen bracht het boek uit in de jaren 70. Ja, het werd gewoon afgeschoten door 3 kranten en klaar. En zij is ongeveer gevlucht naar de Verenigde Staten. Omdat hier in het, again, het intellectuele, hoogopgeleide, superiore maatschappelijke discussie, zogenaamd neutraal voor iedereen, maar vanuit 1 wit, haak weer heteroseksueel, zoals wie. Ja, zeiden we gewoon, doen we je mee, klaar, weg. En toen was het dus weg, voor iedereen. Het heeft ook te maken met het zelfbeeld. Het zelfbeeld dat Nederland gecreëerd heeft, met name, het gaat natuurlijk veel langer terug, maar met name na de Tweede Wereldoorlog, hadden we een heel positief zelfbeeld nodig om het land weer op te bouwen. En kijk eens hoe goed we het hebben gedaan. En laten we vooral niet vergeten dat iedereen in Nederland in het verzet zat. Dat is heel lekker. Dat is heel fijn. Er is nothing wrong en kijk eens, we gaan het allemaal. Maar nu vallen de schellen van de ogen. En inderdaad, ook social media speelt daar een belangrijke rol bij. En wat ook een belangrijke rol daarbij speelt, is een generatie die zich inderdaad op de schouders van mensen als Anja en Gloria en daar. Het is niet voor niets dat ik jullie gevraagd heb om ons te versterken in artikel 1. Om jullie schouders te mogen staan. Er is nu een generatie, die is hier opgegroeid, die is hier geboren. Ik ben hier geboren, ik heb hier geleerd te praten, ik heb hier geleerd me te uiten, ik heb hier geleerd om te claimen what's mine. En what's mine is ook dus een stukje van Nederland en een stukje in dit debat. En mijn ouders, migranten, niet echt, maar toch, heel anders, heel ingewikkeld, Nederlanders inderdaad, die hadden zoiets van, nou weet je wat, maak niet te veel golven, we zijn hier. Mijn moeder zegt nog steeds vol trots, ja, maar zo, ik heb nooit iets van dit land gevraagd. Daar is hij trots op. En ik zeg, oh ja, ik vraag niet, ik eis van dit land. Want dit is mijn land. En op het moment... dat ik bekritiseer, neem ik verantwoordelijkheid. Ik vraag namelijk met die kritiek van, hey, kunnen we nieuwe normen vaststellen? Kunnen we gezamenlijke waarden vinden? Mag ik ook plezier hebben aan wat zogenaamd verplichte traditie is? Dus ik denk dat er nu zoveel krachten aan het werk zijn, dat we inderdaad ook een schok teweeg brengen. En ik blijf het zeggen, ik wil het ook hier vandaag zeggen. Ik word altijd heel erg blij als ik een zaal in kijk en ik zie ook wel ongelooflijk veel witte gezichten.
Is niet iedereen het met je eens? Nee, dat weet ik, maar daarom wil ik het ook altijd zeggen. Omdat we moeten het samen doen en het betekent voor mij oprechte interesse. Ik denk altijd dat er zoveel dat je met je tijd kunt doen. Als je ervoor kiest om hier te zitten, ik zeg het altijd, ik kan het niet anders zeggen dan you give a shit and I appreciate that. Dus ik ben ook wel benieuwd naar wat we straks... we gaan straks nog wel heel nog even naar de zaal. Nog even naar de zaal. Ik wou nog even één, misschien kunnen we het daar ook over hebben. Ik ga ervan uit dat we hier in een grote meerderheid de socialisten zitten. En dat een grote meerderheid die hier aanwezig is wit is. Dus dat is een beetje ook de issue van wat kun je nou doen? En waar gaat het mis? En waar kun je instappen? Ik zie verschillende niveaus. De ene is, dat is ook een beetje mijn ervaring, dat ik vaak te maken krijg met witte mensen die niet willen aangesproken worden op het feit dat ze wit zijn, want dat is gewoon. Ik, een kleine anekdote, een hoogleraar die zich bezig hield met antifascisme, die eventjes mij begon te vertellen wat die Zwarte Piet acties, wat er allemaal fout aan was, want dat was overdreven en dat was niet nodig en dat riep maar fascisme op. En ik zei tegen hem, denk jij dat jij als witte man kunt beoordelen waar racisme over gaat? En die man die plofte ongeveer uit elkaar. En die zei, jij bent mij vast op mijn huidskleur, jij bent hier de racist. Nou, dat was ook een hele erg duidelijk. Dit is natuurlijk een overdreven voorstel, daarom... Voorbeeld, daar is zo geschikt voor een anekdote voor een zaal. Maar een ervaring die ik ook als feministe wel heb, is dat met name toen mannen die zichzelf al progressieve links vonden, geen kritiek konden hebben, want zij waren al progressieve links. Zo denk ik dat de meeste mensen hier zullen zeggen, ik ben een antiracist. Ja, maar wacht eventjes, wat doe je dan? Dus dat is de ene groep die niet zo makkelijk is, juist omdat wij al vechten tegen de slechte wereld en denken aan de goede kant te staan. En dan moet je ook nog eens een keertje aan jezelf beginnen, nou dat is niet zo makkelijk. Dus dat is één ding. En de andere is nog even terug naar die rechtszaal waar jij met die jonge mannen daar zat. Dat waren geen mannen die je ooit van zou kunnen overtuigen dat die last hebben van white privilege. Nee. Echt niet. En wat er met ze gebeurde, dat konden wij echt samen zien, is, ze kregen waarschijnlijk straf, woensdag is de uitslag. Gaan zij daardoor veranderen? Nee, want ze zijn nog vernederder dan ze al binnenkwamen. Ze zijn vast besloten om dit nooit meer te doen, niet omdat ze het fout vinden, maar omdat ze denken, ik ga me niet nog een keertje door de politie uit mijn huis laten slepen. Voor dus er verandert niks. En een van de dingen die wij als socialisten ook, wat wij ook nodig hebben om tegen rechtspopulisme op te kunnen treden. Hoeveel gevoel, hoeveel contact kunnen wij maken, juist wij, niet Sil, maar wij, met die witte onderlaag die het gevoel hebben dat ze ongeveer alles verloren hebben en het enige wat ze nog hebben is dat ze zich superieur kunnen voelen aan zwart en aan vrouwen. En dus hartstikke seksistisch zijn, hartstikke racistisch zijn. En dat is dus niet als excuus. Maar het is wel een vraag voor onze socialisten. Want wij raken onze mensen ook, onze eigen natuurlijke achterban ook kwijt. Doordat wij daar geen antwoord op hebben. Nou, dat is wel een hele dikke grote hoor, deze. Ja. Dus dat hebben we opgelost. Maar als ik denk aan witte socialisten, waar ligt de opdracht? Ik denk eigenlijk, dat is een heel grote vraag zoals je zegt. En ik denk dat we toch terug moeten brengen van wat doe je dan zeg maar, in het concrete. En ik zie dat toch aan het koppelen van verschillende activiteiten die we aan het opbouwen zijn. Dus als je antiracist bent, ben je lid van de vakbond of niet? Of als je ziet, dan zit je op zijn school en je ziet dat er nu teruggeknopt wordt. Werp je ook daarin in en laat je zien van dat het antiracisme daar ook iets aan bij te dragen heeft. We hebben heel veel bij te dragen. Ik bedoel, je kan terug naar de civil rights movements van de VS, hoe je daar sit-ins organiseert, hoe je staking organiseert. Dus dat je dat zeg maar inbrengt. Maar ik denk dat jouw vraag veel meer gaat van überhaupt hoe bereiken we die mensen. Want dan heb ik het over eigenlijk van mensen komen in beweging. Maar ik denk op een aantal terreinen. We hebben ook echt onze eigen media nodig. Want de mainstream media doen het niet voor ons. Maar we moeten ook een plek bevechten binnen die media. Kijk, wij geven onze krant uit, de Socialist, socialisme.nu als website. Maar we hebben eigenlijk veel meer nodig. En
wat ik bedoelde met infrastructuur is precies dat. Ja. En dat we dan ook de woorden en de taal vinden om die aansluiting te vinden. Maar belangrijk ook dat we op de plekken zijn waar we elkaar ontmoeten. Want het is ook nou weer niet zeg maar van die mensen zitten ergens de lagere klasse en bij. Ik bedoel, dat lijkt mij. Als je aan Amsterdam denkt, ik zie het al overal om me heen. Maar het is veel meer van gaan we met elkaar het gesprek aan. Want er is al heel veel wantrouwen gecreëerd onderling. Nou, dat is precies ook waarom Anja zegt, nee, ik zou dat gesprek bijvoorbeeld niet zo makkelijk kunnen voeren. Je had erbij moeten zijn. Het was fascinerend. We kunnen er nog dagenlang over praten. Deze mensen hebben zich al afgesloten. En hebben helaas, dat moeten we ook erkennen, ze hebben al een veilige plek gevonden. Ze hebben al een politieke partij gevonden die zegt wat zij voelen. Ja. En eindelijk worden ze gehoord. Ze hebben dat al, ze hebben elkaar, ze hebben ook geen behoefte. En dat maakt het dus lastig. Want inderdaad, waar kom je ze tegen op zo'n manier dat je inderdaad dat gesprek wel kunt voeren? Wij hebben het, dat is een van de nadelen van met like-minded people bij elkaar komen zoals wij hier nu doen. We zijn het al voor het grootste gedeelte met elkaar eens. En we gaan alleen nog op zoek naar wat werkt voor jou, hoe kunnen we dat samen zo samensmeden. Maar al deze mannen die daar zaten in die rechtbank, letterlijk heeft er maar eentje het lef gehad mij op een normale manier aan te kijken en even bij het verlaten van de zaal een voorzichtig knikje met zijn hoofd te geven. Ze konden niet eens naar mij kijken. Ik bestond niet. En die straffen die zij krijgen, zijn taakstraffen en geldboetes geëist, die gaan hun woede alleen maar groter maken. En het bizarre is, om dan even terug te komen op artikel 1, wij zijn nou juist een partij voor deze mensen. Ja. Hè? Wij zijn juist een partij die opkomen voor ook hun belangen. Ja. Maar dat gaan ze niet willen horen. Nee. Maar daar kunnen denk ik witte bondgenoten een hele grote rol spelen. Ik vond het heel goed dat je, heel interessant, wat je zei over white safe spaces en hoe je dat dan inricht. Het lijkt mij heel interessant om daar verder over te denken. Voor wie het ik denk dat het heel belangrijk is zoals, dat je juist als witte bondgenoot inderdaad op die plekken bent, je daar begeeft, daar net als inderdaad ik ook heb moeten leren vanuit mijn positie me echt onder te dompelen om in dat institutioneel racisme ook aan hun lijve te snappen, te ervaren, soort van te voelen in ieder geval, werkt dat natuurlijk andersom ook zo. En ja, ik weet niet of jullie werk ook van Domela Nieuwhuis kennen, het is echt ontzettend interessant om te lezen, omdat dat natuurlijk de arbeiders, dat speelde natuurlijk altijd de herfst in de herfstland. Hij heeft daar prachtig over geschreven of gepreekt. Dus ik denk dat er nog heel veel gems en verloren dingen zijn die we kunnen vinden en kunnen gebruiken. Ja, en dat we ook niet zeg maar, het idee moeten hebben dat we nou alle moeilijkste groepen nu met hen gaan bereiken. Nee. En dat we ergens moeten beginnen en dat je een momentum moet opbouwen wat het zeg maar zo het op de kaart zet en voor de mensen die daaraan deelnemen makkelijker maakt om in actie te komen met de anderen en in gesprek te komen ook met de anderen. Het probleem in Nederland is ook echt dat niet alleen op het vlak van antiracisme, maar ook op andere vlakken te weinig gebeurt. Ik herinner me van, dat is een hele tijd weer geleden, maar 2004 dat er echt 500.000 mensen bijna in Amsterdam op de been waren, vakbondsdemonstratie. Daar zit echt van alles tussen. Dus daar heb je mensen die echt antiracist zijn, tot en met mensen die PVV zouden stemmen. Maar ik weet ook echt uit ervaring, op het moment dat er zoiets groots op gang komt, hoe makkelijker die discussies wel te voeren zijn. Want je kan het hebben over van, er wordt belasting ontweken, 10 miljard gaat het land uit, en je zegt dat de crisis door de vluchtelingen komt. Pardon. Dat maakt het wel. Want het hangt ook, want die mensen die zich vernederd voelen opeens wel kracht. Omdat ze wel een alternatief zien dat ook hun die hoop kan geven. In plaats van dat je anderen omlaag hoeft te schoppen. Nou, er zijn een aantal dingen aan de hand. Het heeft natuurlijk voor een groot gedeelte ook met leiderschap te maken. Deze mensen hebben wel het gevoel dat zij gehoord worden. Dat zij sterk leiderschap ervaren bij verschillende politici. En daar voelen ze zich veilig. Ze worden daar verder niet uitgedaagd. Terwijl wij onszelf allerlei opdrachten geven. Van safe spaces tot weet ik het wat. Zij zijn klaar. Iemand gaat het voor hen doen. En dat maakt het ook lastig. We hadden het al over media. We hadden het al over die hogere sociale klasse. Op het moment dat er een... Het is heel fascinerend om te zien dat hele geen stijl gebeuren. Fascinerend om daar
ook een gebrek aan intersectionaliteit in te ervaren. Ja. Dat wit feminisme, daar wordt eerder naar geluisterd dan anti-zwart racisme, is mijn persoonlijke ervaring. Ja. En als je dat dan weer, en het lastige is, als je dat dan weer onder de aandacht wil brengen, moet je ook weer oppassen dat je niet de good cause die dat die feministische actie ook is, dat je die weer niet teniet doet. Dus wij lopen continu op eieren. We zouden dus inderdaad, wat jij zegt, die infrastructuur moeten hebben waarbij het vanzelfsprekend is. Op het moment dat ik als vrouw seksisme of antivrouw onrecht ervaar, ik meteen een link leg naar, wacht even, wat zijn de overeenkomsten als het gaat over racisme, over homofobie, islamhaat, dat soort dingen. En dat zijn ook dingen die je jezelf waarschijnlijk moet aanleren. Als ze niet natuurlijk voor je komen, zullen we onszelf dat moeten aanleren. Om altijd die verbanden te leggen. Omdat je anders gewoon elke week een stuk schrijft over precies hetzelfde. Ja. Alleen dan verander je één woord. Dan wordt seksisme, wordt racisme. En, ja, maar je doet continu hetzelfde. En willen we echt stappen maken, zullen we onszelf moeten aanleren. Om altijd die verbanden te leggen. Ik wou al voordat, want kijk. Ik vind het heerlijk hoor. Dit zal ik, het is ook fijn dat jullie er ook bij zijn, maar ik vind dit nou zo heerlijk. Ik heb zo'n behoefte aan dit soort van gesprekken. Waarin we het eens zijn, oneens zijn, het zoeken naar woorden, onze praatjes niet klaar hebben. Maar ik wou toch nog wel eventjes de kwartier de ruimte laten voor. Dringende van, ja, dat worden natuurlijk veel te veel. Jij bent de eerste. Ah, ik ga afsluiten. Ik begrijp dat we moeten gewoon elkaar beloven dat dit niet de laatste keer is dat we in dat de samenstelling absoluut hierop doorgaan. Anousha, heb jij nog een laatste stichtelijke woord? Of, Nee. Dat allemaal. Oké. Okay. Een paar woorden. Ik vond het ook prachtig wat er hier gebeurt. Iemand die op Facebook zeg maar het gevecht aangaat. Iemand als jongerenwerker. Ja. Verschillende mensen die ervaring hebben. Het laat zien dat dit nodig is wat we moeten doen. Nu de verbanden leggen onderling. Overal waar we samenwerken organiseren. Want onze tegenstanders hebben de media. Zijn goed georganiseerd. En daar moeten we tegen opboksen. Jij had... Ja, eigenlijk niet. Ik wil iedereen uitnodigen om zich actief in te zetten. Dat hoeft niet. Iedereen heeft zijn eigen manier om dat te doen. Wat ik wel zou willen vragen is ook een opdracht aan mezelf. Laten we proberen, want dat is eigenlijk het gevaar, dat we de volgende keer niet het gesprek weer opnieuw moeten opstarten. Maar dat we ook gesprekken kunnen voeren die het vervolg zijn op gesprekken. Wij spreken alle drie heel veel en ik denk dat we alle drie tegenkomen dat we steeds opnieuw moeten beginnen. Dat is zo zonde, daardoor zijn we steeds op achterstand. Dus laten we ons in de tussentijd in elkaar verdiepen, zodat het volgende gesprek een volgend gesprek kan zijn. Oké, nou dan ben ik hier.